De toilettengroep bij het oude Veerplein aan de waterkant is vanaf gisteren weer opengesteld voor het publiek. Hierdoor kunnen bezoekers van de waterkant weer gebruik maken van goede sanitaire voorzieningen. Het project is uitgevoerd op initiatief van Intermed Caribe in het kader van haar handenwassenprogramma. Met dit programma wil Intermed de gemeenschap bewust maken van het belang van het handenwassen. Meerdere organisaties, waaronder de regionale gezondheidsdienst, het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg en het Ministerie van Volksgezondheid, hebben meegewerkt aan de realisatie van dit project. Graciela Wongsoregio, Business Unit Manager van Intermed Caribe, vindt het een goede ontwikkeling voor de omgeving. Hiermee wordt een grote bijdrage geleverd aan de hygiëne aan de waterkant.